In het filmfestival van Utrecht. Dus dat al een tijdje. En er is een soort zuster, broeder, liefde tussen het filmfestival van Oostende en dat van Utrecht. En ze hebben dat idee eigenlijk overgenomen, want ze vonden dat een goed idee. En ik vind dat ook een zeer goed idee. En als je Theater aan Zee bekijkt, Theater aan Zee legt de nadruk heel erg op jonge theatermakers. Op mensen die juist beginnen en die proberen in de kijker te zetten. En dan vind ik het een zeer goed idee dat het filmfestival van Oostende, naar analogie met Theater aan Zee, dat ook deed. En ja... Ik vind dat gewoon echt een heel goed idee. En Heldenberg. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja, maar nee, ik dacht van, daar zijn ze, ja. daar komt het idee van gewoon. Nee, het idee komt echt van de analogie met Theater aan Zee en de analogie met het filmfestival van Utrecht. Nee. Ik denk dat volgend jaar ook gewoon jonge helden zal noemen. Zelfs als Jan Verheyen hier master zou zijn, dat het niet zo jonge heiden of zo noemen zou. Ja. Zeg, wat vind jij hiervan, het idee, jonge helden? Ik vind dat eigenlijk wel een heel tof idee, omdat jonge makers, dat is niet altijd, dat is wel leuk dat die keer in de picture komen, omdat voor ons als beginnend filmmaker is het een beetje nu een weg zoeken en het is wel leuk als je een keer een beetje, als iemand wel opmerkt dat je met iets bezig bent en dat dat gepresseerd wordt. Dat is leuk. Ik vind het sowieso wel leuk dat jonge mensen een keer op het voorplan gezet worden. En dan zeker hoe dat Johan het invult, vind ik wel heel interessant, omdat van alle takken iets is. Het is een regisseur, een cameraman, een actrice en een klankman. Dus dat is sowieso wel leuk om een keer al de aspecten van het filmmaken een beetje verzameld te zien. Dus ik vind het wel een heel mooi initiatief. Heel tof aan het filmfestival als ze zoiets willen doen. En dat zijn ook misschien wel mensen pakken die zo echt... in het begin van hun carrière staan ofzo. Misschien de een al wat meer als de ander. Maar dat is heel, heel fijn om daartussen te staan, absoluut. ik was super aangenaam, maar het is eigenlijk niet Johan die het mij verteld heeft. Ik heb een mail gekregen van Peter. Om te zeggen, ik heb de eer om aan u te zeggen dat je een jonge held bent. Ik was daar super blij mee en dan heb ik Johan een berichtje gestuurd van merci. Het is echt, ik vind het echt de max om hier te staan en bij die vier handen, een van die vier te zijn ook. Ik vind het ook heel fijn dat vier verschillende jobs binnen de film is. Vier beginnende talenten. En ik vind het heel schoon om ertussen te staan, dus. En wat wordt er eigenlijk van jullie verwacht? Eigenlijk weet ik het zelf niet goed. Je moet geen kunstjes doen ofzo. Wat ik gehoord heb, is dat het Jonge Helden programma is iets, wat ik ervan weet tot nu toe, is dat we... jonge mensen binnen de film willen ondersteunen en een beetje meer aan het publiek willen tonen ofzo, of het grote publiek willen tonen. En dat is wel altijd welkom. En zeker ook voor mensen die DOP en geluid doen en voor het ook regie, dat wordt minder vaak een kop opgeplakt. En daarom vind ik het ook heel schoon dat zij drie daar ook bij staan. Want ja. Ik denk dat als acteur nog altijd het makkelijkste is eigenlijk om het snelst... verspreid te geraken of zo, het beeld. Maar ik vind dat een heel schoon idee. Ik vind dat echt super dat ze dat proberen. Ik vind het ook leuk dat ik in de eerste editie zit. We zijn zo'n beetje de proefkonijnen. Maar ik ben super benieuwd naar wat er nog van ons verwacht gaat worden tijdens het festival zelf. Maar daar hebben we zelf nog niet zoveel over gehoord eigenlijk. Dus... Ik heb gehoord dat jullie op blote voeten over klassen moeten lopen. Is het echt? Ja, als jonge helden. Ah ja, voilà. Het is goed, ik doe dat wel.